We hebben de afgelopen weken op Facebook en op Instagram allerlei foto's gepost. En daar zijn heel veel reacties op gekomen. Sommige van jullie haten mij inmiddels. Begrijp ik helemaal. Want elke keer geluk. We hebben een aantal tips gegeven op Instagram en op Facebook. En sommige die zijn er bijna uitgekomen. Andere wat minder. De meest gestelde vraag was: gaan jullie Binky kopen? Die ga ik nog niet beantwoorden. Dat zie je in een andere video. Een volgende vraag was: zijn de t-shirts merchandise? Ja, dat dan weer wel. Vanaf het Horse Event ongeveer kun je de t-shirts kopen bij ons. En ze zijn in iets andere vorm, maar ongeveer hetzelfde. We krijgen ook een webshop, dus daar kun je ze ook in kopen. De petjes die je erin ziet met het logootje van het Hart van Paarden, die roze en ook de blauwe, die zijn ook bij ons te koop. En ook zelfs de zonnebrillen, dat heb je waarschijnlijk nog niet gezien, maar aan de zijkant staat Hart van Paarden en ook die zijn te koop. Zeker op het Horse Event, maar straks ook in de webshop. Maar dan krijgen we nu natuurlijk de grote verrassing. Want dat we merchandise gaan verkopen, dat is geen grote verrassing. De grote verrassing is, ja ja, we hebben een liedje gemaakt. Nou, wij hebben het liedje niet gemaakt. Dat heeft de Minidisco gedaan. Django Music en Minidisco, dat is één bedrijf. En een productiemaatschappij. En die heeft het liedje gemaakt, Ik en Mijn Pony. Het liedje is speciaal geschreven voor meisjes op de manege. Al dan niet met een eigen pony. En daar is zelfs door een echte choreograaf, hoe schrijf je dat, hoe zeg je dat? Choreograaf. En daar is zelfs door een echte choreograaf is er een liedje bij bedacht. Dus het liedje en het dansje kunnen jullie nu gaan kijken. Of zometeen eigenlijk, want er zit ook nog een winactie aan vast. Als jij het liedje straks uit je hoofd kent tijdens het Horse Event, en het dansje natuurlijk ook, dan kan je bij ons in de piste meedansen. Nou, dat is hartstikke leuk. Maar je kunt dan ook het t-shirt, de pet en de zonnebril winnen. En dan hoef je niet de beste te zijn. Je hoeft ook niet het beste te kunnen. Je hoeft ook niet alles te kunnen. Maar als je gewoon bij ons in de piste mee gaat dansen met Ik en Mijn Pony, kun je dus het petje... Een stukje overdoen? Nee. Maar als je dus met ons meedanst, kun je dus het petje... Het t-shirt en de zonnebril kun je winnen. En er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die niet naar het Horse Event gaan. Want het Horse Event kost dus gewoon geld. Dat begrijp ik. Dus daar gaan we een andere winactie voor doen. En die komt binnenkort ook online. Over, ik weet niet precies volgende week of die week erop. Maar er komt in ieder geval nog een video met het hele dansje en het hele liedje. Maar voor nu kunnen jullie gaan kijken naar de videoclip van Ik en Mijn Pony. Daarin zie je Tessa natuurlijk, je ziet daarbij Vera, Tatum, natuurlijk ons kimmetje en vooral niet te vergeten Fabienne met hun ponies. En hier komt het liedje Ik en Mijn Pony. Veel plezier!